Eindelijk is het zover. De Eredivisie is weer begonnen. En hoe? Tijdens speelronde 1 vielen er maar liefst 37 doelpunten. Welkom bij FC Afkikken. Ja, absoluut. Ja, kijk, zeg ik misschien al. Elke zondagavond om 8 uur praten we je helemaal bij over de Eredivisie. En dat doen we elke week met 3 andere gasten. En het is een eer om met deze gasten het nieuwe seizoen te beginnen. Te weten met Jordi Jamali, Simon Tjommer en Jean-Paul Rizon. Ik denk dat we niet een betere line-up gaan krijgen dit seizoen, Jordi. Nou, dat mag er hopen van wel. Ja? Ja. Wie zou je wisselen? Nee. Weet je, het zijn gewoon echt weinig goede presentatoren. Je moet groeien met de riemen die je hebt, zeggen ze dan. Ja. Niet meer uit. Nee, goed, het is weer lekker dat het er weer is begonnen. Simon, hoe is dat voor jou? Wij keken er echt namelijk naar uit. We hadden een fantastisch EK bij de vrouwen. Echt, was echt heel tof. Maar toch, dit weekend, zo lekker. Ja, ik ben wel heel blij dat voetbal weer begonnen is. Dan is er weer een beetje ritme in het leven. Ja, ik ben natuurlijk dag en nacht gewend dat ik altijd naar het weekend toe leef. Ja. En nu was het opeens het weekend niks. Mijn vrouw was heel blij mee. Ja. Maar die is nu ook heel blij dat het weer begonnen is, denk ik. Ja, hoe was dat voor jou als voetballer, zeg maar, voorheen? Dan had je, nou, wat is het, 6 weken voorbereiding achter de rug. Dan snakte je voor mij ook wel naar de eerste wedstrijd. En dat is nu totaal anders, toch? Ja, ik was nooit een fan van de voorbereiding. Ik wou net zeggen, misschien als voetballer nog wel lekkerder dat het begint dan als Dan ben je als echt sporter. Blij dat je weer voor iets traint. Want anders is het alleen maar om je conditie op te bouwen en elkaar te vinden. En nu is het gewoon zo, of zeg maar als voetballer was het dan zo, als dan eindelijk de eerste wedstrijd, dan wist je, oké, nu kom je weer in een ritme. Je gaat niet meer dom trainen. Je gaat echt alleen maar nog ook op de wedstrijden zelf trainen. Ja. Je gaat je tegenstander evalueren. Dus het is wel van voetballers sowieso. En voor mij is het nu ook heel lekker dat we eindelijk weer een vaste regelmaat hebben. En eindelijk weer voetbalwedstrijden hebben. Jean-Paul, er waren gewoon verschillende hoogtepunten dit weekend. Maar zaterdagavond, PSV AZ. Ja, verschrikkelijk leuke wedstrijd. Stond natuurlijk 95 minuten gewoon hoogspanning op die wedstrijd. Ja, begon natuurlijk wel verschrikkelijk. Hè, met die, ja. Ik bedoel, Kelvin Stengs heeft zich vorig jaar in vier wedstrijden echt onmisbaar gemaakt bij AZ. En dan zo verschrikkelijk eraf gaat. Zag het er naar uit. Zag heel naar uit, zeg. Lijkt me trouwens echt een tof ventje. Ik heb hem vorige week bij Fox Sports, Milan van Dongen, ging de drie jongelingen. Ja, de drie talenten was heel leuk gedaan. Oude Jan, Til en Stengs. Ze keken allemaal een beetje Stengs aan van hij is een beetje de prater. Ja, maar schitterende voetballer. Ik heb hem vorig jaar voor het eerst bij Jong AZ gezien in de tweede divisie. Daar stak hij er al met kop en schouders bovenuit. Toen kwam hij in de play-offs door bij het eerste. Ja, daar kan ik alleen maar echt verschrikkelijk van genieten. Simon, hoe kan je het verklaren dat je een hele voorbereiding hebt en dat je dan je linksback na een half uur wisselt? Nou, omdat je ziet dat hij in deze wedstrijd gewoon niet in staat was om ten eerste denk ik tactisch het in te vullen. Ja. Als je alleen een bal verkeerd raakt, dan zou het niet de reden zijn dat je eruit gehaald wordt. Maar als je gewoon tactisch slecht speelt en dan ook nog geen meerwaarde kan creëren voor het team, ja. Zulke wedstrijden heb je, maar ik heb ook niet het gevoel dat de trainer 100% weet wie zijn sterkste opstelling op dit moment is. Nee, want Joshua Brenet wordt eruit gehaald. Heeft voor mij in het verleden prima wedstrijden gespeeld op linksback. Ja. Ik me herinneren in de Champions League. Nee, maar ik denk dat zo'n beslissing als gisteren heeft natuurlijk ook met de situatie bij PSV te maken. En ik denk dat Cocu nu eerder geneigd is om zo'n greep zo snel te doen. Dat hij misschien, als het normaal gaat en je bent niet tevreden dat je wacht tot de rust. Maar nu met de druk van de tribunes en de wedstrijdverloop dat je denkt van nou, weet je wat, ik ga niet wachten, ik doe het nu al. Hoe kan je als je serieus een titelkandidaat bent 1 linksbenige verdediger in je selectie hebben? Nee, het kan niet. En ik denk dat daar PSV nog steeds mee bezig is om daar te kijken of ze zich kunnen verbeteren. Ik kan me niet voorstellen dat ze Willems laten gaan. Zeggen. Simon, hoe kan je zo aan de competitie beginnen? Dat bedoel ik meer. Ja, maar als je genereel zit in het hele dagelijkse voetbal, er zijn nog heel veel clubs die naar spelers zoeken. En er zijn ook nog heel veel spelers die clubs gaan verlaten. Ik vind het dit jaar weer, normaal gesproken zeg je bij een EK of WK jaar dat het allemaal heel laat wordt in de maand augustus. Ja. Maar zoals Joël Veldman eind juli al zei, het wordt een gekke maand augustus. Ga ik ervan uit dat de laatste 3 weken ook nog heel erg gek worden. Ja. Philippe Cocu,
nu denk ik een stuk rustiger. Ik weet niet of hij in Eindhoven was, maar die zit denk ik nu een stuk rustiger op zijn zondagavond. Want ja, het was bizar voor woorden. Hij stond al eigenlijk onder enorme druk voor deze wedstrijd. Ja, ze hebben natuurlijk een even pijnlijke, gênante uitschakeling gehad in Europa tegen Osijek. Ja, ja dat is geloof ik sinds de jaren 70 niet meer voorgekomen. En ja, dan moet je tegen AZ, toch een lastige ploeg. En ja, ik denk dat ze het niet slecht deden. Al werden ze ook bij de goals wel een beetje geholpen door AZ. Ja. Met name Ron Vlaar vond ik er echt niet best uitzien. Nee. Hoe die er af en toe werd uitgelopen. En hoe die eigenlijk ja, door Lozano op een hele makkelijke manier uitgekapt werd. Ja. Maar ja, dan is het wel lekker als je dan toch wint. Ik moest ook wel lachen met... Ik weet niet of je dat interview hebt gezien met Cocu. Dat iemand de NOS vroeg van... Nou, aanvallend, leuk voetbal. Een leuke voetbalavond in Eindhoven, dat was lang geleden. En hij moest zelf een beetje, kreeg een beetje een zenuwlachje van ja, het kan blijkbaar, het kan. Dat zegt natuurlijk heel tekenend voor de afgelopen periode. Maar ja, hartstikke leuk. Met de grote uitblinker, de nieuwkomer, Lozano. Oh, ik dacht dat je Maradona ging noemen. Wat was dat leuk dat hij er was? Ja, ja voor ja, mij was het wel een circus, hè? Ja, het was hartstikke leuk, maar ja, het ging om deze man natuurlijk. Nee, maar ik wil even terugkomen. Ten eerste denk ik dat Cocu niet rustig op de bank zit. Want ik denk niet dat hij tevreden is met de wedstrijd. Hij is wel tevreden met de uitslag, maar hij heeft nog heel veel punten gezien die gewoon verbeterd moeten worden. En ik denk dat ze daar heel snel willen. Op dit moment het resultaat toch belangrijker is dan de uitvoering. Zeg maar, ja, nee, dat klopt. Toch? Vooral de eerste wedstrijd, de 6 wedstrijden moet je winnen. En daar kom je ook in een bepaalde flow. Alleen je hebt natuurlijk gezien de uitvoering, wat we ook net aangeven. Deze speler, als die niet was geweest. En als Vla en de verdediging iets beter stond bij AZ, bij balverlies en omschakeling. Dan was het moeilijk. AZ speelde heel open. Ja. In balbezit heel veel spelers voor de bal. Dus daarom eigenlijk meteen geklopt door de snelheid. Want als je eerlijk bent, in het centrum met Locadia is ook niet veel gelukt. Dus het was echt puur de buitenspeler van de linkerkant. En dat maakt het verschil bij PSV. Ja, begrijp je dat een John van der Brom aan het begin van het seizoen zegt... we willen het publiek meer vermaken? Dat een van zijn belangrijkste punten is dit seizoen. Spelen nu met de punt naar achter, vorig jaar met de punt naar voren. Ja, maar wat ik niet begrijp, als je als AZ zijnde zegt... oké, ik wil met twee buitenspelers spelen die naar binnen komen. En met twee backs die opkomen. En dan haal je ook nog een 6 die zijn sterkste kracht in balbezit is. Dan heb je dus alleen maar nog 2 à 3 spelers achterin. Want de rest denkt alleen maar aanvallend. Ja. Als je dan zo speelt, haal dan een nummer 6 in mijn ogen. Ik wil geen kritiek oefenen of zo. Maar haal dan een nummer 6 die verdedigend denkt. Die een soort Joey Pelopessi als driehoek voor de verdediging fungeert. En die de verdediging gewoon steunt, zodat iedereen mee kan. Nu ga je open huis spelen, want nu gaat iedereen voor de bal spelen. En dan word je geslacht in de omschakeling. En dat kan natuurlijk ook niet als je bij de top 5 mee wil draaien. Nee, maar als je dit zo zegt, snap je dan wel die opvatting van Van der Brom? Dat hij dat als voornaamste doel heeft gesteld dit seizoen? Ja, natuurlijk. Ik vind het voornaamste doel mag het nooit zijn. Voornaamste doel zijn we moeten winnen met aantrekkelijk voetbal. Maar je kan niet alleen maar aantrekkelijk voetbal willen spelen. En je kan ook niet spelen aantrekkelijk voetbal willen spelen als je verdediging totaal achterwege laat. Aan de andere kant moet ik zeggen, ze hebben Arne Slot erbij gehaald. En die is tactisch zo ver in mijn ogen dat hij wel precies weet wat hij doet. En ik denk dat hij wel tegen middenvelders zegt, bijvoorbeeld tegen Geel, dan, dat hij zegt van blijf jij even hangen of dat maakt hem over. Hij is toch gewoon de hoofdtrainer, Simon? Sorry? Hij is toch gewoon nu de hoofdtrainer? Tactisch misschien. Nee, goed. Jouw clubpie. We hebben het net over iemand die het niet goed hebben gedaan in Europa. PSV Utrecht maakt zich op voor bijzonder duel tegen Zenit Sint-Petersburg. Maar begon vrijdag natuurlijk met een eigenlijk vrij eenvoudige overwinning in Den Haag. Ja, ik vind het toch weer knap. Erik ten Hag slaagt er toch elk jaar weer in om langzaamaan de machine lopend te krijgen. En hij heeft altijd een maandje nodig. Omdat dat is het lot van een club als Utrecht. Dat ze raken veel mensen kwijt in de zomer. Dat is nu natuurlijk ook weer met Haller en Amrabat toch je twee belangrijkste mensen weg. Ja. En dan staan ze er toch weer. Ja, dat vind ik verschrikkelijk knap. Met als uitblinker Cyriel Dessers. En kijk eens, daar hebben we hem. Hebben we hem. Goedenavond, Cyriel. Hey, hallo, goedenavond. Ja, het is inmiddels 2 dagen verder, maar die glimlach gaat niet van je gezicht af, hè? Nee, voor woensdag zeker niet. uber cliché, maar droomdebuut? Ja, toch wel. Ik zeg het, er waren voor de wedstrijd waren er zo wat berichten van dat het al jaren geleden was dat Utrecht nog een openingswedstrijd had gewonnen. Het was er wel een beetje druk, maar om zo af te sluiten is gewoon top. Ja, als je kijkt naar de wedstrijd, je moet je kapot geschrokken hebben na 1,5 minuut, of niet? Ja, echt wel. Maar ik was heel blij. We hebben een supergoeie keeper met David. En die heeft ons ook later in de wedstrijd nog een paar keer heel goed recht gehouden. Dus daarvoor staat hij natuurlijk. Maar hij heeft echt top gedaan. Ja, Cyriel, kan je dat mij uitleggen? Of misschien Simon, kan jij dat beter uitleggen? Werd jij al na je eerste wedstrijd toegezongen bij je nieuwe club? Nee, ik nog nooit.
Nee? Simon, maar ik heb er zo weinig toegezongen, denk ik. Ik meer door de tegenstanders. Ze waren blij als ik weer weg was dan, ja. Ja, dat is bij Cyril. Cyril, ja, publiekslieveling nummer 1 nu, denk ik, Jean-Paul. Cyril Dessers. Ja, hij staat er goed op bij de mensen, zeker. En als hij het volhoudt helemaal natuurlijk, dan krijgt hij een standbeeld. Maar hoe komt dat? Jij kent het Utrecht publiek. Waarom Cyril in één keer in de smaak valt? Nou, kijk, Utrecht is natuurlijk... het Utrecht publiek houdt van hardwerkende jongens. Nou, ik denk dat op Cyril's inzet weinig aan te merken is. En ja, kijk, een spits. De laatste die dit flikte was Ricky van Wolfswinkel. Die deed het ook na 3 minuten in zijn debuutwedstrijd. Ja, Cyril slaagt er ook weer snel in. En ik vond het leuk om samen te spelen. Ook met Girano Kerk, die ook een goede wedstrijd speelde. Absoluut. Ja, want Utrecht kwam natuurlijk toch een beetje voor dilemma te staan toen Makkie nog wegviel. Ik ben ook heel benieuwd naar die Duitse jongen trouwens, maar ja, Cyril, fantastisch gedaan. Ja, over Kerk, dat schot, ik vond het geluid van het raken van de paal, Cyril, heerlijk bij die 1-0. Hoe hard die bal tegen de paal aanging. Ja, het was een hele mooie actie van Girano. En fantastisch, echt een fantastisch schot van waar ik stond, leek erin te gaan. Maar de keeper raakte hem nog aan, dan gaat tegen de paal en... En ja, dan was het gemakkelijk voor mij om hem gewoon erin te tikken. Ja, want is dat wel zo? Wij spraken dit weekend met Vincent Jans en die zei... die goal van Cyril Dessers, die lijkt zo makkelijk, maar is niet makkelijk. Ja, in de kleedkamer waren ook een paar jongens ermee aan het lachen. Maar er zat ongelooflijk veel effect op die bal. Ja. Maar dan gewoon even een veilige optie en gewoon rustig erin tikken dan. Ja, het is heel kort. Hè. Je zit nu een maandje bij Utrecht, zijn jullie begonnen. Al veel wedstrijden gespeeld. Hoe is het verschil tussen spelen bij een topclub in de Super League en een subtopper in de Eredivisie? Ja, dat verschil is toch groot. Het is allemaal een niveautje hoger, zowel op training als in de wedstrijden. Maar langs de andere kant ben je ook gewoon beter omringd. Heb je betere spelers rondom je. Als je ziet naar Kerk, Labiat, maar ook Ayoub, Emmanuelsson, Sander van der Streek. Ja, dat zijn gewoon heel goede spelers die ook gewoon... Ja, voor een spits is heel leuk om daarmee samen te spelen. Ja, Van der Streek is wel mooi trouwens. Ook Super League. Heb je dan een ex-Super League speciale band mee? Ja, zeker. We lagen in Poznan ook samen op de kamer. Dus dan kunnen we nog wat Jupiler League herinneringen bovenhalen. Ik was wel benieuwd, Cyril. Ivanovic komt eraan. Hoe ben je daarop aan het voorbereiden? Op dit moment heb ik me nog niet echt erop voorbereid. Maar natuurlijk is het wel echt ongelooflijk. Zeker omdat ik vroeger wel Chelsea-fan was. Dus ik kijk er naar uit. Ja, prachtig. Ja, Ivanovic natuurlijk. Ja, er staan er nog 2-3 centraal achterin. Daarin. Dus het wordt geen makkelijke avond voor hem. Maar ja, dat lijkt me toch fantastisch. Ja, is dat dan ook zo als voetballer dat je denkt... fantastische wedstrijd tegen Zenit? Of had je liever een mindere tegenstander gehad? Ja, kijk, ik weet niet wat ik liever had gehad. Langs de andere kant was het ook leuk gehad om 50-50 tegenstander te loten. Maar ja, nu tegen Zenit, het is gewoon... Ja, hoeveel keer in je leven speel je misschien tegen dat kaliber van ploegen? Dus we gaan er gewoon volop van genieten. En wie weet kunnen we toch... de kans is niet groot, maar misschien kunnen we toch nog een beetje verrassen. Al is het maar alleen in de thuiswedstrijd. Ja, heel mooi. Jean-Paul, moeten we alvast de Dessers meter erbij gaan nemen, of niet? Laten we nou niet te veel druk opleggen. Hij heeft natuurlijk al een behoorlijke erfenis voor zich liggen met Haller die weg is. Maar goed, ik heb er vertrouwen in. Nou, in ieder geval, proficiat Cyril met deze fantastische start. En laten we ervoor zorgen dat we je nog vaak met zo'n glimlach via Skype mogen zien. Nee, top, thanks. Jullie zijn bedankt en nog een fijne zondag. Hè? Ja, fijne avond, jongen. Gelijk. See you. Mag ik trouwens even een lans breken nog voor Zachary Labiat? Dat mag. Ja, nee, ja. Of zijn we tegen? Mag dit? Voor mij mag dat zeker. Nee, dat is een fantastisch het is toch voetballer. Waanzinnig dat zo'n jongen... Ik bedoel, die heeft misschien wat verkeerde keuzes gemaakt in zijn carrière. Uiteindelijk speelt hij nu weer Utrecht. En Utrecht mag natuurlijk verschrikkelijk in zijn handjes knijpen... dat zo'n speler elke week weer bij ze op het veld staat. En hij mag heel blij zijn met Utrecht. Dat zij hem die kans nog hebben willen geven. Ja. En ik denk dat het voor beide een Ik denk dat het zo'n geval is, want Mark Verijswijk vertelde over bij Vitesse dat Cerero erbij is gekomen. En dat zijn teamgenoten allemaal zeggen van, wat doet die jongen hier? Die is veel te goed. Maar ik denk, nu Labiat weer in die oude vorm komt, dat die jongens dat ook zullen hebben. Van, joh, dit is echt wel een luxe positie dat je zo'n goede speler hebt. Als jij kijkt, jij werkt in die wereld, Simon. Is Utrecht nou eigenlijk een voorbeeld hoe zij het doen op het gebied van transfers? Met het beleid. Utrecht is sowieso een voorbeeld op dit moment in Nederland met alles, denk ik. Als ik het beleid zie van de coach. Een goede vraag was net ook geweest eigenlijk aan Cyril of het heel moeilijk is om te kijken of het... Wat lachen jullie nou?
Of het voor zo'n speler moeilijk is al die tactische aanwijzingen meteen om te zetten die zo'n coach aan hem vraagt als je uit de Lupeleer komt. Ja. Dat is iets wat Ten Hag heeft aan de werkinstelling die hij heeft. En de hele opzet van de club nu ook met bijvoorbeeld Even Bleuming in hoofdscouting, technische directie die het goed doet. Het is gewoon een voorbeeld. En ook op de transfermarkt, hoe ze kijken naar spelers, hoe ze scouten. Daar hebben we meerdere clubs van hoor. Als ik ook Twente erbij heb, AZ erbij heb, maar ook de top 3 erbij. Wij scouten heel goed in Nederland. Ook Groningen en Heerenveen. Wij scouten heel goed. En Utrecht doet daar ook zeker niet ten onder. Integendeel. Ik denk dat ze ook vooruitstreven zijn. Het grootste verschil, denk ik, en dat is op zich toch wel redelijk opmerkelijk, dat het een soort van binnen die zoektocht zit, moet er ook een soort van krasjes zijn, waardoor het een soort grotere buitenkans is dat andere clubs misschien denken van dit gaan we niet doen. Want daar hebben ze natuurlijk wel heel veel spelers van. Ja, maar ik denk dat het ook voor de jongens die daar nu zeg maar in die categorie vallen, dat die ook zien wat een mooie opstap Utrecht is. Juist om je carrière weer een beetje te herstarten. Als je ziet die jongens die dat in het verleden hebben gedaan bij ze. Ja. Utrecht weet precies wie ze halen en wat ze willen. En dat is dan een team wat bepaalt welke speler komt. We hebben met Dessus, maar we hebben bijvoorbeeld ook nu met de jonge Duitser die in de spits komt. Die is natuurlijk bekend bij de trainer. Die wordt dan nog een keer gescout. Er zijn meerdere personen die het bepalen. Nou, met Labiat moet ik even erbij zeggen, die eigenlijk op eigen initiatief naar de club is gekomen. Maar dat komt natuurlijk door het beleid wat ze voeren. Dat hij denkt, En hij stelt zich kwetsbaar op. Hij zegt, luister, ik hoef niks te hebben. Ik wil alleen jullie kans krijgen. En dat doen ze dan. En dan hebben ze na hele korte tijd doorgehad dat dit het goud gegeven is. Ja. Mag ik even zeggen. En nu ook op dit moment is hij onbetwist. Hij was ook... Er was ook geen sprake van dat hij de club zou verlaten. Bij niemand. Maakt niet uit wat er was geweest. Mooi. En dat maakt hij alleen maar waar. Wat hij gisteren heeft laten zien is gewoon buiten categorie. En dat speelt normaal niet zo lang bij een subtop in Nederland. Gaan ze de top 3 aanvallen dit seizoen? Of is het te vroeg? Nee, dat is te vroeg. Ik denk dat we de top 3 op dit moment gewoon lekker de top 3 moeten laten. Ik ben heel blij dat we vorig jaar een absolute top 3 hadden. En laten we alsjeblieft dit jaar ook hebben. Laten we ervoor zorgen dat PSV en laat PSV ervoor zorgen, Ajax en Feyenoord het weer onderling uitmaken. En daaronder hebben we een hele goede subtop. Vorig jaar gehad. We hebben nu Vitesse die nog sterker is geworden. Ja. Die echt goede aankoop hebben gedaan. Even erbij halen ook nog. We hebben het net over Utrecht. We hebben Utrecht weer. We hebben AZ die goede zaken doen. Moeten we wel even kijken wat ze nu doen met Stengs die natuurlijk heel lang uitvalt. Dan moeten ze wel een vervanger voor hebben. Zeker vervanger voor halen. Kan niet. En dan hebben we ook nog Twente. Die mocht geen Europees spelen. Die nam een hele jonge ploeg probeert. Ja, ik ben heel benieuwd wat daar mag gebeuren. Utrecht doet het heel goed trouwens. Het gat tussen top 3 en de nummer 4 vorig jaar is 14 punten. Ja, laten we hopen dat dat iets kleiner wordt dit jaar. Ja, maar als we het dan over Utrecht hebben. Kijk, natuurlijk, het gaat fantastisch. Schitterende overwinning van de week. Maar ze hebben natuurlijk gewoon minder kwaliteit dan dat ze vorig jaar hadden. Ja, dat wil ik zeggen. Want ja, ze hebben gewoon Utrecht ingeleverd. Zijn, ik denk dat je het gewoon een aantal jaar zo moet doen. En dat vertrouwen. Maar uiteindelijk zal je de beslissing moeten nemen van wij gaan deze zomer niks verkopen. Want je kan nooit de top 3 uitdagen als er 10 weggaan en 8 nieuwe komen. Nee, want dat heeft tijd nodig om zeker. Ja, maar ik ben nog benieuwd of een Ayoub bijvoorbeeld ook nog vertrekt of niet. Dat klonk wel teleurgesteld. Dat vond ik wel verrassend. Vanochtend werd er nog gevraagd over dat het Bursaspor vooral niet doorging. Daar klonk hij zeer teleurgesteld over, want daar zijn ze niet uitgekomen met de clubs. Ja. Nou ja, ik denk dat hij iemand is die wel de juiste stap kijkt. Bursaspor was voor hem een goede stap geweest, vond hij zelf. Ik denk dat hij pas een stap gaat zetten als hij echt denkt, dit is een stap voorwaarts. En anders voetbalt hij gewoon nog een jaar onder Ten Hag. Kan hij zich weer excelleren? Ja, natuurlijk gehoopt dat de top 3 was gekomen voor hem. En die hebben andere keuzes gemaakt. Over de top 3 gesproken. We hebben het net over goed beleid bij FC Utrecht. Laten we naar een van de top 3 ploegen gaan die het iets minder doet qua beleid. Jouw Ajax. Ik moet even pissen, denk ik. Nou, dit is Daniel Dwarswaard. Gisteren na de wedstrijd, na de nederlaag. We gaan het zo over de wedstrijd hebben tegen Heracles. 2-1 nederlaag. Maar eerst Joël Veldman, de aanvoerder na afloop. Tegen Overmars heb ik gezegd dat er spelers bij moeten komen. Maar dat standpunt was er voor deze nederlaag ook al. Simon, wat vind je daarvan? Dat een aanvoerder dat nu in de pers ook roept. Ja, het hoeft niet in de pers te komen. Ik denk dat Ajax al lang bezig is met versterkingen. Dus dat is geen twijfel. Ze weten precies wat ze nodig hebben. Ze hebben nu een verdediger erbij gehaald. Ja. Nou, ze weten wat weg is gegaan. Ze weten ook wat ze nog erbij moeten halen. Ook in de aanvalslinie. Ze weten wat ze kwijt zijn geraakt. Dus ik denk dat we ons geen zorgen moeten maken over het beleid. Ik denk alleen dat sommige spelers niet naar Amsterdam misschien zijn gekomen die ze graag erbij willen hebben. Maar even advocaat van de duivel. Ze hebben vorig jaar de titel verloren door bijvoorbeeld een Hakim Ziyech pas voor mij 29 of 30 augustus erbij te nemen. Toen waren we al 4 speelronden onderweg. Het zou zomaar kunnen dat je einde van de rit zegt, ja, we beginnen weer met een selectiepas die compleet is op 1 september. Ja, maar het probleem ligt niet bij Ajax. Het probleem is dat heel veel teams in Europa nog steeds niet klaar zijn. PSV is ook nog niet klaar, denk ik. Als je kijkt wie weggaat, wie weggegaan is. Nu met Pruppen, wat gaan ze doen? Het verschil met Ajax is toch dat Ajax in de luxe zit dat zij
kunnen investeren. Zij hoeven niet te wachten op transfers. Ja, maar als je geld kan betalen, betekent niet dat bijvoorbeeld Richarlison naar jou toe komt als opeens Man United en Chelsea er ook instappen. Nee, en misschien had je die al zeker gehad in jouw ogen. Op een gegeven moment toont in de pers ook dat Ajax interesse heeft. Ja. En dan opeens wordt iedereen wakker, denkt, wacht, nu moet het toeslaan. En dan vis je uiteindelijk ernaast. Ik denk dat het helemaal niet zozeer aan Ajax op dit moment ligt, of ze de spelers hebben of niet. En aan de andere kant denk ik dat het niet alleen aan Hakim Ziyech vorig jaar lag, maar ook aan het systeem van de trainer, wat niemand begreep in het begin en pas later kon omzetten. En Hakim Ziyech de sleutel was die dan ook nog in het systeem paste. Ja. En ik ben benieuwd hoe het nu zit met de trainer, of daar veranderingen in zijn, of ze hem al begrijpen. Terwijl ik wel zei, eerlijk, Ajax was gisteren absoluut bovenliggende partij. Ja, want laten we het even hebben over de trainer, Marcel Keizer. Ja, die heeft natuurlijk een bizarre... Dan word je trainer, dan krijg je die kans, wat natuurlijk voor hem... Hij had dat nog nooit gedacht dat hij nu al zo'n stap zou zetten. Ja, die heeft een anderhalve maand achter de rug, St. Paul. Ja, je kan je een betere start wensen, zeggen we dan maar. Hè? Nee, natuurlijk het verschrikkelijke drama rond Api Nouri. Ja. En ja, met een beetje pech eruit tegen Nice, wat denk ik heel onnodig was. En ja, dan gisteren valt het resultaat ook tegen, maar... Ik bekijk het liever van de andere kant. Ik vind Ajax in die drie wedstrijden dat ik ze nou serieus aan het werk heb gezien... vond ik ze helemaal geen slechte indruk maken. Nee. En bij Vlagen erg goed zelfs. Ja, dus ik heb daar wel vertrouwen in. De meest fanatieke supporter hier, Jordi? Nou ja, ik vind het een goed verhaal van Simon. Maar ik twijfel daarover. Want waarom zou de aanvoerder en de trainer zelf... trainer al twee keer, geloof ik, in de media... deze soort van druk uitoefenen op de boot. Terwijl als Overmars naar de kleedkamer loopt en de situatie schetst zoals jij hem net schetst, dan is er toch duidelijkheid en dan gaat iedereen zijn best doen. En ik heb nu het sterkste idee dat zij zelf gewoon twijfelen van zijn ze hier wel mee bezig? Hebben ze zelf door wat er nu mist? Dat is zeg maar de tegens. Ja, maar in de maand augustus zijn alle clubs iedere seconde bezig om zich te versterken en de mogelijkheden uit te putten wat ze hebben. En ja, dat is ook Ajax. Maar als we dan... Ik denk wel dat je het zou kunnen verkleinen, zeg maar. Ik denk een snijder, de laatste dag transfer eruit of een paniek aankoop, alles hier erin. Dat zal je altijd houden als Nederlands club zijnde. Maar in de breedte, dus zeg maar dat die achterhoede niet compleet is. Dat zou toch al, dat moet toch eigenlijk al rond de voorbereiding gewoon intact zijn. En dat dan ineens een Spurs komt voor 50 miljoen voor Sanchez. Nou ja, het zij zo. Dus dan zie maar dat... nu geef je toch het perfecte voorbeeld. Een Engelse toppen. Ja. Een Engelse toppen heeft nog geen aankoop gedaan dit jaar. Tottenham Hotspur, ja. En gaat nu beginnen. En er zijn zelfs nog 3-4 spelers die de club verlaten. Oké, maar zij hebben wel een basis waaruit ze hanteren. En dan kijken ze nu misschien inderdaad voor wat jij zegt, hoe de markt in elkaar steekt, wat ze nog erbij kunnen halen. Alleen, ja, het is niet zo, als Sanchez niet komt, heeft Tottenham Hotspur een probleem. Ajax heeft wel een probleem als Sanchez vertrekt. Maar Tottenham Hotspur heeft geen breedte op dit moment. Die hebben echt 11 spelers op het veld en die moeten zich verbeteren. Die hebben alleen maar afgegeven, hebben nog niet nieuw gekocht. Nee, klopt. En die gaan nu beginnen. Dus vaak is het zo dat dan pas onze toppers... Kijk, kunnen geen de enige... Sorry dat ik... Nee. Doe je ding, man. Die nog heel goed gedaan heeft. En dat kon ze omdat ze kampioen zijn geworden. Ja, maar... is de drie meest... En omdat Roma en Monaco zo vroeg kwamen voor Congolo en Karsdorp. Waren die half augustus gekomen, hadden ze ook een probleem gehad. Ja, maar, ik vraag nu me wel af of Ajax kampioen was geworden. Of zij dan niet misschien met Amrabat, ja, met St. Just en met Habsdorp. Maakt dat zo'n verschil, denk je, Simon? Als ze die willen, dan is die toch nu kunnen kopen. Als Ajax die drie had gehad, dan winnen ze die strijd van Feyenoord. Maar denk je dat? Ja, denk ja, ik wel. Ik vraag me dat af, of ze dat konden nu. Maar ik denk misschien ook dat Feyenoord de middelen nu op dit moment had, omdat inderdaad de verkopen waren. Maar en nummer twee, de positie Champions League er is. Jouw punt is wel, zeg maar, dat Feyenoord het verschil nu maakt met die twee andere clubs, de andere PSV en Ajax, die allebei nog niet klaar zijn. Omdat zij Champions League spelen en kampioen zijn geworden, dat zij dat nu wel spelers ja, al binnen eerder, eerder verkocht hebben. Spelers hebben zich beter in de kijker gespeeld. Snel in de Natuurlijk heeft Sanchez, Onana ook in de kijker gespeeld. Daar hoeven we niet over te praten. Nee. Maar een Kaarsdorp was al heel vroeg voor de transferwindow bij iedereen bekend. Die maakte goed transfer. En voor mij was nog verbazingwekkend dan Congolo nog bijtekenen. Dat heeft Feyenoord fantastisch gedaan. Ze wisten dat ze hem gaan verkopen. Ja. Nou, ze wisten ook meteen, voor die moeten we vangen hebben. Dus ze hebben heel vroeg contact gelegd met spelers. Nou, en die spelers weten ook dat Feyenoord Champions League speelt. Dus als dan Ajax wat later komt, omdat zij nog moeten schakelen, hebben ze Feyenoord al in de bagage. En dan wordt het heel lastig te onderhandelen. Bijvoorbeeld een Sanchez, dat is niet zeg maar vorige week bedacht, toch? Door de Spurs, neem ik aan. Jij zit in die wereld. Ik neem nee, niet dat zij... Het is niet bedacht, maar zoals ik zeg, Spurs heeft heel lang, of is nog steeds, of begint nu pas met al hun transfers af te ronden. En zelfs met verkopen. Maar laat ik het zo zeggen. Denk je dat dit de eerste club is die zich gemeld heeft bij Ajax voor Sanchez? Nee, denk ik niet. Ik denk dat er heel veel dus aanvragen waren, maar ik denk dat er nog geen concreet bod was. Okay. Inderdaad. Ja. En vooral ik vind het wel grappig. En vooral niet in die hoogte. Natuurlijk, je thuisland,
daar hebben ze het allemaal goed op orde. Hoe krijgen ze dat voor elkaar dan? De Duitse clubs die al... Er zijn heel veel begonnen. Ja. Dortmund. Maar ja, Dortmund, ja, Dortmund zodra die opent, is alles vertrokken wat vertrekt. En komt alles erin wat erin komt. En dan... Macht van het geld? Ja, ik denk dat het geld wel een hele grote rol speelt. Terwijl ik dat dan wel... Als je kijkt naar wat zei Emre Moore, Dembele en zo, wat voor bedragen ze daarvoor betalen, dan kan Ajax ook doen. Makkelijk, twee vingers in de neus. Ja, maar die gaan nu weer heel laat weg. Die gaan nu weer heel laat weg. Ja. Dus daar moeten ze ook weer hebben inspelen. Ze hebben geen vervanging op dit moment. Nee, dat is waar. Maar dat zijn 1-2 spelers, hè? Ja. Ik kan me namelijk voorstellen dat deze discussie tot 31 augustus nog lang door. Wat heel mooi is, laat maar over de wedstrijd hebben. Voor mij voor het eerst in 50 jaar dat Heracles thuis wist te winnen van Ajax. Ik heb ze niet allemaal erop nagezocht, dus dan moet ik even schuldig blijven. Hier. Ik hoorde de jaren 60 voorbij komen. We waren altijd beter, geloof ik. Ja? Maar we hebben niet gewonnen. Ja. Nee, ik denk dat Ajax dus niet vaak gewonnen. Nee, maar ik heb toevallig gisteren ook de interviews gehoord na de wedstrijd. Het is heel lang geleden dat ze van Ajax gewonnen hebben in eigen huis. Ja. Hoe heeft Heracles dit voor elkaar gekregen? Waar zat de angel? Nou ja, nummer 1, laat eens eerlijk zijn, de kansen hebben ze niet benut, Ajax. Nummer 2 stonden ze gewoon heel open in de omschakeling. Ik bedoel, de goal van Gladon mag nooit gebeuren. Dat mag niet. Als je daar gewoon. Maar ik ben fan van Matthijs de Ligt. Maar hij mag die bal nooit vrij schieten. Hij had nooit verwacht dat hij zelf zou schieten. Dat zie je eraan. Nee. Ja, maar goed, dat mag je, moet nee, je nee, dus nee, verwachten zeker, als verdediger. Dat is nummer 1. En die tweede goal, ik weet niet wat het is, maar als een Kuwas erin dribbelt, hij heeft geen actie gemaakt, niks. Hij loopt rechtdoor, laat die bal lopen. Niet. Er staat en hij twee slaat, man schiet te gewoon kijken. In een lange hoek. Hij schiet er fantastisch binnen. Ja. Onana was echt kansloos. Maar dat mag niet gebeuren. En daarna hadden ze ook nog de 2-2. En even over de selectie trouwens, Frenkie de Jong. Dat is toch waanzinnig, die daar achter zit dan nog. Het is toch heerlijk, zo'n speler dat we die op Nederlands velden zien in ons eigen land. Maar even alle credits naar Heracles, want die zijn ook echt veel spelers kwijtgeraakt. Maar die doen het ieder jaar goed. Is dat Stegenman? Is dat Hoogma? Het is de club. Het is de club, de filosofie van de club. En ik moet hem niet begrijpen, want ik begrijp hem ook vaak niet. Ook de filosofie niet. Maar ze doen het iedere keer goed. Maar wat is de filosofie die je niet begrijpt? Ja, dat ze echt in de regio en in de omliggende gebieden kijken. En ook in financiële mogelijkheden. Ze gaan geen cent te veel uitgeven. Ze gaan niet eens als een speler misschien, ik zeg maar, 50 euro meer kost. En hij is zo perfect passen, zeggen ze nog steeds. Ah, weet je, we wachten nog even. Misschien komt er nog wat anders. Ze scouten. Ze hebben de oude scouts nog steeds rondlopen. Die precies weten wat de club voor ogen heeft. Nico-Jan Hoogma, die precies eigenlijk verderop ingaat wat de oud-voorzitter heeft gedaan. Het klopt allemaal. En ze blijven altijd zichzelf. En ze doen het ieder jaar wel goed. Ja, een van die parels bij Heracles vroeger, Brian Linssen, ging toen naar Groningen. Deed het daar ook heel dat goed. Dat was nooit een parel, hoor. Nee, was het nooit een parel? Nee, dat was nooit een parel. Oh. Goedenavond, Brian. Ik zie hem niet, maar ik hoor wel niet dat het Simon. Ja, ja. Hoort dan. Je hoeft hem ook nooit te zien, hoor. Goedenavond, Brian. Nee, ik wil hem ook echt niet zien. Heerlijk dat iemand dit gewoon zegt. Wij denken het al, wij durven het nooit te zeggen tegen Simon. Jij nodigt me uit, hij heeft me nog nooit uitgenodigd. Hey, Brian, ja, het is toch opmerkelijk. Je maakt gisteren je debuut. En ik denk dat het toch wel 10, 15 minuten werd je toegezongen in de Gelderdoom. Hoe kan dat? Ja, dat vraag ik me ook af hoe dat kan. Waren het allemaal vrienden van jou of familie? Ja, hun begonnen het, denk ik. Nee, ik weet het niet. Ik denk dat ik wel een goede wedstrijd heb gespeeld gisteren. Nou ja, ik vond het wel mooi dat ze me toezongen bij mijn eerste wedstrijd alweer. Dus dat geeft het teken dat ze me waarderen. En ik doe gewoon mijn best en dan hoop ik dat, dat ze dat vaker gaan doen. Ja. Hey Brian, het is dan wel echt lekker dat je mag openen tegen een ploeg als NAC. Zeker hoe NAC gisteren speelde, toch? Ja, natuurlijk. Achteraf gezien wel. Maar wij zeiden in het begin ook tegen elkaar. NAC die gaat nu de eerste wedstrijd spelen in de Eredivisie. Die zijn op en top gemotiveerd. Die kletsen overal weer helemaal in. En die gaan rennen, vliegen, maar eigenlijk viel er wel een beetje tegen. Dus we hadden heel veel ruimte om te voetballen. Ik moet zeggen, dat kwam ook wel door onszelf. We speelden gewoon ontzettend goed positiespel. En ik denk dat wij gisteren gewoon een paar maatjes te groot waren vandaag. Ja, want wie de wedstrijd heeft gezien, het was een mazzel dat het maar 3-0 stond bij rust. Ja, wat inderdaad wel wat meer kantjes gaat voor de 4, 5 en 6-0 te maken. Maar het was onze eigen fout. We hadden die wedstrijd toen eigenlijk al dood moeten maken door de 4 en de 5 te maken. Alleen ik denk dat het met 3-0 eigenlijk ook al over was. En je probeert wel onder rust natuurlijk weer te zeggen tegen elkaar. We gaan met 0-0 naar buiten toe en we gaan weer hetzelfde te laten zien. Alleen je weet in de voetballerij dat toch vaak niet gebeurt. Uiteindelijk sluipt dat er toch stiekem in. En, We zeggen allemaal dat moet veranderen. Ja. En dat
Dat zeggen ze denk ik al 60 jaar. Alleen dat gebeurt heel vaak toch niet. Nee, je koos afgelopen zomer, ging je van SV Groningen naar Vitesse. Was dat de enige mogelijkheid voor je? Of dacht je, dit past het beste bij mij, de rest van de geïnteresseerden, daar praat ik geen eens mee? Nou ja, ik heb geen flauw idee of er nog meer geïnteresseerd waren in mij. Ik heb in ieder geval de afspraak met mijn zaakwaarnemer dat hij ook eigenlijk alleen maar informeert bij mij hoe ik er tegenover sta zodra iets concreet is. En Vitesse werd concreet op een gegeven moment. En ik zag heel veel voordelen. En ik vind zelf ook dat dat een stapje vooruit was voor mij. En het was ook natuurlijk, komen we eindelijk weer zo dichter bij huis te voetballen. Je komt bij een club te voetballen wat eigenlijk in de top 5 thuis hoort. Ja, dan daar heb ik niet lang over getwijfeld en we zijn een gesprek aangegaan en het is goed bevallen. Dus vandaar die keuze. Je ziet het nu, maar Simon zit nu heel hard. Simon, wat zit je nou te lachen? Ja, dichter bij huis, dat begrijp ik wel. Dus zo dichter die bij huis kan komen, dan kan hij wel een beetje met zijn familie, met zijn broer. Dat is lekker voor hem, dat heeft hij nodig, die kleine. Ja, Brian, ben je dat zo? Ben je echt familiemens bij hem? Ja, ik ben wel echt een familiemens. Ja, echt. Ja, absoluut. Ik zei gisteren nog tegen mijn vriendin van het geeft me heel veel rust dat ik gewoon iedere dag gewoon lekker naar huis kan. Dat je een keer naar je familie toe kan, dat je iedere dag bij je vriendin bent. Dat je samen eet, dat je niet alleen hoeft te eten. En dat geeft je wel heel veel rust. Ja. Ik denk dat er geen buitenlands avontuur in zit voor Brian Lins of... Ja, in Duitsland, net als de Köln. Ja. Labbach. Ja, want... Wel hoor, buitenland ook wel natuurlijk. Maar Groningen heb je echt zoiets van... je bent net te ver weg om eventjes op en neer te rijden. En, maar het kan ook wel weer. Dus je zit altijd in de gedachte van, zal ik het doen of zal ik het niet doen? En als je in het buitenland zit, dan heb je die gedachte niet. Want dan heb je er echt voor gekozen en dan is het zo van, ja, weet je, dat zit er gewoon niet in. Nee. Je gaat trouwens lekker met de Simon Tjommer bingo. Je hebt al twee clubs achter je naam staan, Vitesse en Heracles. We kregen ook een kijkersvraag. Je bent goed aan bezig met je carrière bouwen. Waar ligt jouw top? En dat is denk ik zijn top, Red Bull Salzburg, AZ. Nee, dat is ook niet een stap omhoog van Vitesse. Red Bull Salzburg is een stap omhoog van Vitesse? Ja. Nee, hou op, man. Nou, wacht, laat maar zitten. Daar praten we niet over. Maar het gaat bij Brian gaat om één ding. Wat wil hij? En vraag. Dat gaan we niet vragen. Dat is mijn uitspraak. En dat weet hij ook. Bij Brian ligt alleen maar zijn plafond ligt daar. Wat hij zichzelf wil toe moeten om te bereiken. Als hij daar wat denk je dat zijn plafond is? Dat heb ik net gezegd. Ligt aan wat hij wil. Ja. Als hij... Nee, hij weet precies wat ik bedoel. Politiek correct antwoord. Ja, hij laat hem het zelf uitleggen. Als hij wil, kan hij heel veel bereiken. En als hij niet wil, dan bereikt hij dat niet. Goed, dan stel ik hem aan jou, Simon. Want als hij het heel graag wil, waar zie jij Brian eindigen? Als hij het heel graag wil, dan kan hij nog naar het buitenland een stap maken. En dat is een van de grote competities. Red Bull Salzburg. Niet bij de... Red Bull Salzburg zou die ook kunnen. Maar daar is hij te oud van nu, omdat ze alleen maar naar jeugd scouten. Ja. Dat is een beetje veranderd beleid. Maar Brian kan gewoon... Kijk, we hebben het over dat hij meteen toegezongen wordt. Ik mocht met Brian spelen. En Brian is iemand waar je als team altijd iets aan hebt. Want hij werkt als een paard, als hij wil. Hij kan echt verdedigen als aanvallen veel van je bereiken. Hij is altijd gevaarlijk voor de goal, zoals nu ook weer scoort. Hij jaagt zijn tegenstanders op wijze... Onwijs lekker om een team te hebben en onwijs vervelend om tegen hem te spelen. Alleen Brian moet het wel iedere dag van zichzelf afvragen. En als hij dat kan, kan hij ver komen. En dat is dus de barrière die hij moet nemen. Papa Tjommer heeft mooi gesproken, Brian. Het was een hele normale, kleine vraag. Maar waar zie jij zelf je top? Nou ja, ik kan me wel helemaal in vinden wat Simon zegt. Ik ben eigenlijk absoluut geen trainingsbeest. En, dat heb ik helemaal niet gezegd. Dat zeg jij nu. Goed dat je het wel zegt, Brian. Ja, nee, maar ja, ik voel jou toch gewoon aan. Ik kan me wel ontkennen, maar het is gewoon zo. En ik ben af en toe een beetje lui. In de wedstrijd is dat absoluut niet aan af te zien, want ik ga altijd 100%. Ik zit altijd 100% druk en ik ben er overal bij mijn snuffert bij, of het nou een offsootje is of bij een doelpunt. Op de training laat ik wel eens dingen schieten. En ik heb het al heel vaak tegen mezelf gezegd, als ik heel eerlijk ben. Maar ik heb het deze zomer ook weer tegen mezelf gezegd van... nu moet je echt gaan knallen, want dit is eigenlijk je laatste kans. Je hebt nu een leeftijd dat het nog kan om een keer een goede stap te maken. Dadelijk als je 29, 30 bent, dan zal het niet meer zo makkelijk gaan. Nou, dus dit is een van mijn laatste kansen wat ik heb om alles te geven. En om een hele mooie stap te kunnen maken naar een mooie competitie een keertje toe. En dan ga ik niet zeggen van... dat ik bij Manchester United ga voetballen. Maar het lijkt me wel ontzettend mooi om een keer in Engeland te voetballen of in zo'n competitie.
Wat zeg je, Simon? Nou ja, nou heeft hij zelf het antwoord gegeven. Als hij dit jaar wil doen, dan maakt hij een mooi transfer. Maar dan heeft hij alles in zijn maasje. Maar eerst over dit seizoen. Want Vitesse, jullie gaan sowieso de Europa League in. Dat is ook al heel fijn. En de competitie. We hebben het net gehad over Utrecht. Of zij de top 3 gaan aanvallen. Maar ik hoorde gisteren ook in de wandelgangen. Dit Vitesse kan ook wel eens gaan verrassen. Hoe zie jij dat? Nee, is er in de wandelgangen, ja? Ja. Ik heb het al aardig vaak gehoord. Maar nee, ja, ik denk dat wij gewoon echt een ontzettend goed team hebben. En dat zag je gisteren ook wel. Ik heb nog niet bij een club gespeeld waar je als team zelf het spel heel makkelijk maakt. Dus dat kunnen wij nu wel. En dat, dan zie je eraan dat je gewoon ontzettend veel kwaliteit hebt. Alleen het is wel de vraag, ga je dat iedere wedstrijd op de mat leggen? En dat hebben we in ieder geval in alle oefenwedstrijden en nu in de competitie ook gedaan. Dus ik ga ervan uit dat we dat kunnen en dat we dat ook gaan laten zien. En dan denk ik dat wij wel gaan verrassen. Ja, hoe kunnen eindigen als vorig jaar Vitesse is geëindigd. Ja. Nou, dat zou dus vierde zijn, toch? Ja. Dat is zo'n vierde, derde, tweede of eerste kunnen zijn. Oh, kijk, Korenmarkt, zijn jullie wakker? Goede antwoorden, ja. Korenmarkt, zijn jullie wakker? Brian, dankjewel. Goed luisteren naar de woorden van papa Tjommer. Komt het helemaal goed. Dank jullie voor je tijd en ik spreek je snel. Super, dankjewel. Veel bijna plezier. Bijna af en toe. Maar als we het over goede transfers... Middelvent, hè? Ja, het is echt een geweldige. En die moet je ook echt in je team willen hebben. Ja. Als speler ook. Maar over goede transferzomers gesproken, hè, Vitesse? Ja. Ik bedoel, ze zijn natuurlijk hun, denk ik, beste speler vorig jaar kwijtgeraakt. Ricky van Wolfswinkel. Ja. Normaliter kan een Vitesse nooit een gelijkwaardige vervanger halen voor wat ze laten gaan. Maar ik denk dat ze met Matafs en met Castanjos daar wel heel aardig in geslaagd zijn. En ook goede aanvoer vanaf de flanken. Ja. Met Rashica enorm van zitten genieten gisteren weer. Ja, nee. Die gebleven is, fantastisch. Ja. Voor een Nederlandse technisch directeur is dat moeilijk om buiten de competities te kijken. Maar volgens mij, als je op de vleugels wat zoekt, dan heeft Vitesse dat volgens mij met Rashica. Ja, maar ook een hele. We hebben het net gehad over Utrecht. Ook Vitesse, fantastische scoutingapparaat. Ja. En goede aanvoer. En dan de technische directeur die boven is, die een heel groot invloed daar ook op heeft. Nee, dat is ook een voorbeeld trouwens. Ja, want ik zat gisteren op de bank te kijken, bijvoorbeeld. Weet je, een Castanjos, een Van der Werf, hè, die vorig jaar bijna als Rome. Ja, het is wel wat als je als Vitesse dat soort spelers op de bank nog hebt. Enorme luxe, toch? Ja, zeker. Ja, ik weet niet of Eloy nog blijft. Ik wil ook hier een discussie niet hebben. Wie is de eerste keeper van alle twee? Ik ben natuurlijk een fan ook van Remco. Ik ken hem ook al heel lang. Maar ook een fan van Eloy. Dus dat is een hele... Nee, ben dus... ik. Ik heb met hem gespeeld. Ik heb met allebei gespeeld. Maar als jij zo moet kiezen? Ze allebei. Nou, ik begrijp niet als een Vitesse zijnde, en dan moet ik heel voorzichtig zijn met Remco heel goed ken. Als je zo'n jonge keeper hebt die een transfer kan maken, dat je nu de beslissing neemt. Of er speelt iets. Maar Eloy is natuurlijk iemand die je nog zou kunnen verkopen. Remco is iemand die je erbij hebt, die altijd zijn prestatie levert, waar je geen verkeerde keus meer maakt. Maar Remco is niet iemand die nog een keer een transfer oplevert, nee, of een keer geld oplevert. Dat is echt een steady keeper die je gewoon moet behouden totdat hij stopt met zijn carrière. En dan moet je hem als keeperstrainer nemen. Dat is ook een fantastisch mens. Maar dat is niet iemand die nog geld in de la brengt. Maar misschien dan wel iets voetballend beter is? Ja, Remco is een van de beste voetballende keepers. Dat zou een afweging kunnen zijn als je wil voetballen? Absoluut, want kwaliteit hebben ze allebei. En de enige afweging die ik nu maak is financieel gezien. Ja. En kwalitatief heb ik niet gezien wat ze in de wedstrijd hebben gedaan. Nee. En voetballend is in ieder geval Remco een van de betere die ik ken. Dus dat wordt moeilijk om daarbij te komen. Ook opvallend, scoorde gisteren al een 1 minuut. Thomas Bruns, jij hebt ook met hem gespeeld. Is dat ook iemand wat jij net zegt bij Brian Linssen, die hierna ook nog een stap gaat zetten? Of denk je, Vitesse is misschien wel zijn top? Ik heb Thomas altijd beschouwd als een speler die zijn top in de Eredivisie zou houden. Ja. Dus dat hij zeker bij de top 3 zou kunnen komen. En dan moet je kijken of hij het redt om daar te spelen. Maar als Thomas beseft wat zijn kwaliteiten zijn. Dat hij weet, bijvoorbeeld Thomas was vroeger... Ik heb tegen hem gespeeld, toen kwam ik net terug uit het buitenland. Ja. En toen was het de nummer 10. En hij dacht ook dat hij nummer 10, frivole nummer 10 is. Thomas is een absolute loper. Die zijn kracht heeft in over de linies heen denderen. En dan met een goede schot en goede paas. En als hij weet wat hij niet kan, dan kan Thomas in ieder geval nog stappen. Maar vooral met de grote club nu. En dan met Europees avontuur en leermomenten. Ja. Ja? Eén klein stukje waardering voor de tegenpartij, want er was niet veel te genieten. Maar met twee dingen, denk ik dan... Die voorzet en de kopbal. Ik vond die kopbal, hoe die jongen die erin krijgt, fantastisch. Maar de man van de voorzet? Ja, zeker. Dat is een van de weinige lichtpuntjes, denk ik, dit seizoen bij NAC. En iedereen zei het volgens mij daar, het was een hele goede les voor ze. Nou, ik ben benieuwd hoe zich dat gaat... Manu Garcia, als je dat dan ziet voetballen... Ja, medelijden moet je nooit met mensen hebben. Maar het lijkt me zo vervelend, Simon. Als je zelf zo goed kan voetballen en je ziet je ploeg zo, ja,
struggelen. Ja, het is een van de betere middenvelders, hè? Ik denk dat ze drijfveer was geweest is heel als hij niet teruggekomen. Nee. Ik snap niet dat, als je vorig jaar bekijkt, was natuurlijk al een van de, ja, van de absolute uitblinkers. En als je ook kijkt, vorig jaar, we hebben het nu wel over Van der Struijk en Dessen, die natuurlijk fantastische transfers hebben gemaakt. Maar als je kwalitatief een speler zag die met kop en schouders erbij de uitstak, dan was hij dat zeker. En ja, dat hij nu nog steeds dan hier is, vind ik heel verbaasd. Ik denk ook dat hij anders. Ik zag een beetje het Uno-gevrouw. Weet je, is dat halfjaartje in de Jupiler League. En als je dan bewijst dat je zoveel beter bent, dat misschien een Twente of een Vitesse inderdaad zou instappen bij club, de club. Club in die hogere klasse. Binnen Nederland, maar wel even één stapje hogerop. En dat had, ja, ik denk zeker dat ze naar Twente kijken niet verkeerd geweest dat ze Manu Garcia hadden gehad, Tim. Ja, misschien voelt hij zich verschrikkelijk goed in Breda. Nou ja, dat denk ik wel. Dus. En ik denk ook dus niet dat hij om zich heen kijkt en denkt van, wat sta ik hier te doen? Maar nee, ik denk dat hij gewoon gedreven is om voor NAC te presenteren. Maar wel, ik vind het heel fijn dat we zo'n speler nu ook in de Eredivisie zien voetballen, ja, toch? Hartstikke leuk, ja. Gisteren hoogtepuntje bij NAC. Over hoogtepuntjes gesproken, op vele verzoek, jawel, jullie zeiden, mag Anne alsjeblieft terugkeren bij jullie? We missen Anne. Nou, hier is Anne met de Simpel Quiz. Hoi, ik ben Anne en welkom bij de Simpel Quiz. Wat was de laatste Nederlandse club die zich ondanks slechts 19 zegens kroonde tot de landkampioen? En in welk jaar was dat? Weet jij het antwoord? Laat het ons dan weten via Twitter met de hashtag FC Afkikken. En maak kans op zo'n super tof voetbalculture shirt. Tot volgende week! Ja, Anne lacht er dan wel lief bij, maar de vraag wordt niet makkelijker. Geen idee, man. Ajax 63. Gewoon de eerste beste vraag. Wat door je hoofd schiet. Er komen heel veel vragen binnen. Simon, wie wordt de grootste verrassing dit seizoen? Als speler of als team? Team, ja. Dat is wel een leuke openingsvraag weer. De grootste verrassing, ik heb geen idee. Het is lastig na één speelronde, maar ik heb geen idee. Ik vind eigenlijk al een verrassing waar we het net over hebben, dat Vitesse is goed, maar die kunnen ook weer slechte periodes hebben. Ik denk dat de grootste verrassing weer PSV wordt. Ja? Ja. Positief? Nee. Nee? Nee. Ik ben benieuwd of ze weer net zo'n jaar draaien als vorig jaar. Okay. En dan nog een vraag voor jou, Jean-Paul. Welke trainer haalt de kerst niet? Oeh. Ja, er zijn toch een aantal clubs waarbij je dit weekend die heb je in actie gezien. En dan denk je van, dat zakt er wel erg doorheen. Natuurlijk in Den Haag, en Roda. Maar wat denk jij? Als je nu ergens je geld op in zou moeten zetten? Jeetje. Dat onder iemand zijn stoelpoten gaan zitten zagen, ja, dan zeg ik misschien toch Roda. Maar dan, als je het dan ook hebt over beleid en hoe dat van bovenaf. Maar ja, van enige stabiliteit is in Den Haag ook nog steeds gesproken. Sparta. Ja? Pastoor. Ik denk dat het voordeel, zeg maar, ik denk omdat Roda een nieuwe trainer heeft, dat hij net dan wat langer heeft. Pastoor zit er al een tijdje. En ja, het is gewoon een welmatige selectie. Dus misschien dat ze daar rekening mee houden. En ze zijn natuurlijk, ze stonden altijd pal achter hem. Ja. Maar ik voorzie nog een paar van dit soort potjes. Oh, een bijzonder bericht vorige week over Pogba. Ja, die was er klaar mee. WhatsApp laat weten dat hij weggaat. Ze waren overeen gekomen om te verlengen. Maar blijkbaar is er iets gebeurd. En die stuurde een WhatsApp berichtje, ik ben weg. Ja, en tegelijk zou ik daar als Sparta ook niet te lang rouwig om zijn. Want ja, hij had zijn waarde voor Sparta, maar dit is ook geen speler. Die. Welke waarde had hij dan? Hij heeft toch wel eens oorlog gemaakt en een paar belangrijke goals gemaakt. Ja, zeker. Maar hij is uit Feyenoord thuis. Ja, maar had dat een andere speler niet kunnen doen? Ja, maar het is meer, hij wilde geen wissel zitten. Nou, dat was hij niet mee eens. Mevrouw Tjommer, toen was er nog geen sociale media, Simon. Maar denk je dat mevrouw Tjommer, als ze in deze tijd zou leven en meneer Tjommer zat op de bank, dat zij op sociale media even zou zeggen, hey, hallo, Simon moet voetballen? Dat meen je niet. Dit is de vriendin. Nou, ik ben heel blij dat mijn vrouw zich nooit heeft bekommerd met voetbal. Ik maar denk wel dat jij het met haar account zou kunnen doen. Ja, Beverly heeft namelijk gestuurd gisteren. I'm so sad for the Sparta. But when your topscorer is on the bench, it's not a surprise. Your job, coach, is to do play the best player. Not the player that you like. Prima Engeldruk. Nou, ik moet even terugkomen dat ik heel blij was dat die kwam.
Omdat ik dacht van, nee, Pogba naar Nederland. Ja. Ik dacht, nou, leuk, waarschijnlijk wel een speler uit de Franse competitie die toch bepaalde meerwaarde kan hebben van een club als Sparta. Ik heb hem gezien spelen. Ik heb, wat je ook zegt, gezien dat hij oorlog maakt. Maar ik heb geen één moment gehad dat ik dacht van, nou, deze jongen is echt iemand die je in de spits kan opstellen en 90 minuten waarde aan hebt. Dus wat jij ook zegt, ik moet daarbij ook nog zeggen dat ik Pastoor eigenlijk ook goed vind werken met zijn teams. Wat hij vorig jaar over laten zien bij Vlagen met Sparta, dat was leuk. Dus ik zal als club heel snel zijn. Als je weg wil, ik sta een paal achter de trainer, dan pak ik lekker je koffers. Maar moet je nou met zo'n Bronjo, moet je hem daarop aanspreken dat zijn vriendin dit de wereld in gooit? Nee. Nee? Nou, ik denk dat die jongen dat wel zelf doet. Ik zou er alleen zelf niet zo heel blij mee zijn als mijn vriendin zich zo... Dat mijn vriendin jou gaat bellen wanneer ik een keer niet op de bank zit. Nou, dat wordt lachen. Sparta ging eraf met 3-0 tegen VVV. Ja, dat is natuurlijk een heerlijke herstart voor de ploeg uit Venlo. En de doelpunten maakt de 1-0 met chocoladebeentje, of niet, Clint Leemans? Ja, zeker. Chocoladebeentje was het, ja. En dan schiet je een keer met die rechter. En dan, ja, wat gebeurt er? Het chocolade handschoenen bij de keeper. Ja, hij had hem kunnen hebben volgens mij, maar ik kreeg de bal van Tissou Dali, die stond op links en die kwam naar binnen. En hij lag voor mijn rechter, dus ik nam hem aan met rechts en ik schiet met rechts, eigenlijk door iemand zijn benen volgens mij. Ja. En keeper zag hem laat aankopen, hoorde ik achteraf. Dus uiteindelijk gelukkig 1-0, net voor rust. Ja, heerlijk begin voor jullie. Is het dan lekker als je dan kijkt naar het schema, hoe je het seizoen moet beginnen, dat je dan begint met een thuiswedstrijd tegen een ploeg als Sparta? Ja. Nou ja, als je ons programma ziet, is volgende Twente uit, dan Ajax thuis en dan uit naar Groningen en Vitesse. Dus ja, dat je dan thuis tegen Sparta moet is wel lekker, maar het geeft ook wel extra druk, denk ik. Omdat je die dan wel echt moet winnen, omdat je best wel een lastig programma hebt daarna. En dat wisten we van tevoren. En uiteindelijk, als je dan 3-0 wint, is wel heerlijk voor het zelfvertrouwen. En ook als je na zulke moeilijke wedstrijden toe gaat leven, dan is zo'n 3 punten alvast... Wel lekker, ja. Ja, dan begin je met een 3-0 overwinning, word je man of the match. En hoe vier je dat dan, Clint? Nou ja, het was gewoon feest in de kleedkamer. Dus, ik mocht de muziek doen, dus dat was altijd leuk. Oh. Maar verder, drankje gedaan en spelen zo verder. Verder niks bijzonders eigenlijk, want we moeten wel fit blijven natuurlijk. Ja, dan vraag ik natuurlijk hier aan de mensen op de bank. Als Clint Leemans de DJ is, welk nummer draait hij dan als eerste, denk je? Oeh. Kijk eens naar Clint. Ja, maar dit is natuurlijk mega lastig om dat in te stellen. Maar Clint is een beetje jong, dus ik ga ervan uit dat hij een beetje Nederlandse hip-hop R&B. Wat denk jij, Chimpel? Ik ga mee met Vef. Simon? Ik ben te oud om de helft te Je bent te oud om de helft. Nou, Clint, verlos ons. Wat draaide je? Nou, gisteren was het... als we winnen, doe ik meestal de Nederlandse talige feestmuziek. En welke... Dus het was stap voor stap. Stap voor stap. Henk Dissel. Ja. Ja. Goed. Die valt nog wel in de smaak in ons team, dus. Oké, heel goed. Over jullie team gesproken. De kern is bij elkaar gebleven. Wat kunnen we verwachten van VVV dit jaar? We hebben tot nu toe nog een vrij kleine selectie, maar... Ik denk net zoals vorig jaar eigenlijk, maar ik denk als we fit blijven dat, dat we zeker mee kunnen doen om voor die 15e plek, voor een directe lijstbehoud. En ik denk als we zeker nu de transferperiode nog open is, moet er niemand weggaan eigenlijk. En want ik vond Vito van Krooi ook heel goed spelen eigenlijk zaterdag. Dus ja, als we die nog binnen boord kunnen houden, dan verwacht ik wel dat, of ja, daar heb ik wel vertrouwen in dat we met Sparta, Excelsior, NAC, Roda, Willem II, ADO Den Haag, dan gaan we daarmee aan de strijd aan, denk ik, voor plek 15. Ja, want jij stond altijd bekend als een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van PSV. Laat het nu zien bij VVV. Jij zegt zelf, iedereen moet bij elkaar blijven. Maar als jij nou 3-4 goede wedstrijden speelt, Clint, en er komt een mooie club, zeg je dan ook tegen jongens in de club, we moeten bij elkaar blijven? Ja, dat is een lastige vraag dit, hè, maar... je moet je ook overal goed voelen en de trainer weet wat ik kan en je medespelers kennen je goed, ook van vorig jaar nog. Dus ik denk, er moet er wel echt iets heel moois komen, wil ik nog weggaan, want ik heb het echt enorm naar mijn zin in, bij VVV, maar... Ja, als er een aanbieding komt, ga je natuurlijk altijd nadenken. Nee, dat is waar. Er kwam trouwens, dan win je met 3-0 van Sparta. En dan komen er altijd de van meest fantastische kijkerslagen binnen. Clint Leemans, is VVV een gevaarlijke outsider voor de middenmoot? Nou, we moeten wel realistisch blijven, denk ik. Want
Ja, we winnen nu met 3-0, maar stel je krijgt hem de 10e wedstrijd Sparta thuis en die win je met 3-0. Ja. Dan zijn we van de 16e naar 15e plek gegaan, bij wijze van spreken. Dus dit is toevallig de eerste wedstrijd, maar ik denk wel dat we ons. Dat de tegenstanders nu wel rekening met ons gaan houden. En zeker als we thuis spelen. Ja. Want, ik denk dat het thuispubliek ook zeker mee heeft geholpen gisteren. En ik denk dat iedereen nu met knikkende knieën naar Venlo komt. Naar de wij gaan er wel naar. We gaan er heen, hè? Ik kom er heel graag. Een van de mooiste stadions van Nederland. Echt. Ik ben alleen wel blij dat ik die trap nooit afvoer. Oh, ja? Ik ben een paar keer afgegaan. Ja. Verschrikkelijk. Ben je een keer gevallen of niet? Nee, ik ben niet gevallen, nee. Jij wel eens een keer of niet, Clint, van die trap? Nee, gelukkig niet. Maar met de training en zo heb je hard getraind en dan moet je nog die trappen mogen. Dat is wel even mentaal. Okay. Maar dat is zeker mentaal. Ik wil in ieder geval danken, Clint. Geniet er nog een. Er kan wel nog een dagje van de fantastische 3-0-overwinning. Ja, en die goal met het chocoladebeen. En we spreken elkaar snel. Fijne avond, jongen. Ja, tot ziens. Veel plezier nog. Doei. Okay. Was het de eerste keer dat hij bij FC Afrika een interview doet? Ja. Nou, goed gedaan, toch? Ja, zeker. Maar dat is wel. Zij gaan verrassen met hoe eenvoudig ze erin blijven. Denk ik. Denk je echt? Ik denk dat zij heel veel ervaring missen. Ik denk dat ze het heel moeilijk gaan krijgen. Ik denk dat ze echt ervaring missen. Ik geloof maar twee jongens met eredivisie ervaring. Aan de andere kant, wat hun voordeel kan zijn, is dat het wel een hele homogene groep is. Ze zijn wel heel hecht en alles. Nou, wat een voordeel is, dat niemand ook zin heeft om daar te spelen. Wat zeg je? Dat ook geen ploeg uit de eredivisie zin heeft om daar te spelen in Venlo. Okay. Dat is ook nog een groot voordeel. Nee, tuurlijk niet. Ik vind het echt, ik denk misschien. Nou, misschien wel het leukste stadion van Nederland. Ja, maar als uitklik. Wat? Nee, maar voor ons, hè? Gewoon als Jean-Paul en ik naar een wedstrijd toe gaan. Maar wij hoeven er niet wij te komen voetballen. Voor iets anders dan die jongens, hè? Simon. Ik ben niet graag naar VVV. Goed. Ik vind het een hele warme club, echt waar. Ook als je boven bent en bij de spelersom komt, is echt ontzettend warm. Het is echt een beetje de Limburgse sfeer. Ja. Echt leuk om te zijn, maar als je dan moet voetballen en voor het voetbal komt en dan die trap af moet en dan in dat stadion beneden moet spelen. Nou, ik heb er nog nooit een leuke wedstrijd gespeeld, moet ik eerlijk zeggen. Staat die bovenaan op stadions waar je echt gewoon niet wilde, heen wilde? In Nederland? Ja, dat is wel een van mijn toppers, ja. Welke nog meer? Ja, ik vond ook. Ja, ik heb natuurlijk met Excelsior bepaalde gevoelens die niet positief zijn. Daar ga ik niet meer zo graag heen. Maar gelukkig hebben we de Eredivisie altijd wel goede stadions. Cambuur was ik ook niet zo'n groot fan van. Maar daar zijn we nog wel goed. Ik heb in Oostenrijk gespeeld dat je Mattersburg en Wiener Neustadt. Maar we hadden amateurvelden met de Sintelbaan erin. Dat was helemaal verschrikkelijk. Gaan we straks even googlen. Laten we snel nog even door de andere wedstrijden heen gaan. Zeer vermakelijk de lunchwedstrijd vandaag. Ik weet niet wat er allemaal gebeurde. PEC Zwolle tegen Roda. Eerst Kees Kwakman natuurlijk, die het internet won met zijn tweet over. Ja, wat was het? Is officieel een kunstgrasveld met. Ja, kurk. En daardoor staat het nu zo. In Malawi liggen de velden er beter bij. Ja, het is toch raar dit? Ja, dat had met de ondergrond te maken. Ja, ik vind het vooral. Nee, ik weet ook niet of dit dus uiteindelijk als een kurkveld er altijd zo gaat uitzien. Of dat ze gewoon het niet lekker hebben uitgeveegd, zeg maar. Geen idee, maar ja, het ziet er gewoon wel echt heel slecht uit. Ja. Maar ja, het was wel een vermakelijk wedstrijd met opvallend iets. Jurjes, de keeper, kramp. Ja. Nou, ja, dat hoor je niet zo vaak. Maar die schijnt zichzelf heel erg druk te maken. Het is wel, volgens mij is het wel een beetje keeperseigenschap, toch? Nee, maar door de spanning schiet het wel eens in zijn spieren en dan krijg je. Hij hupt de hele tijd, zeg maar. Als de bal bij de andere goal is, dan staat hij de hele tijd te huppen en zichzelf een beetje gespannen te houden. En dan blijkbaar krijgt hij zo nu en dan kramp. Ja, niet handig, denk ik, als keeper. Nee. Simon, even iets anders over die ploeg, over Rode JC. Robert Molenaar, trainer daar, die dacht, weet je wat, ik benoem gewoon 6 aanvoerders. Heel opmerkelijk. Ja. 6 aanvoerders heeft hij gekozen. Dus kies er dan gewoon 1 uit en zeg jij wordt het niet. Weet je wel? Nee, maar, iedereen behalve jij. Ja, nee, maar moet je dan niet gewoon zwaar teleurgesteld voelen als je niet bij die 6 zit? Ja, dat is niet. Nee, maar ik vind het niet kunnen, sorry. Je moet de standpunt innemen als trainer. En je mag wel spelers hebben die bepaalde leiding geven. Ik bedoel, ik heb vaak genoeg in de kleedkamer gezet waar ik de aanvoerdersband niet droeg en ook niet de tweede aanvoerder was. Maar waar je op een bepaald moment gewoon mee ging praten en mee ging bepalen wat het team deed. Daar hoef je als trainer, heb je gewoon 1-2 en dan weet je spelers eromheen hangen die ook waardevol kunnen zijn. Je hoeft geen 6 aanvoerders te benoemen. Quizvraag, welke 6 zijn het? Hou op, zo Art van Peppe. Art van Peppe. Ik zeg heel eerlijk, het duurt bij mij bij Roda toch altijd even voordat ik de hele selectie word. Wil je gokken? Nee. El Macrini, Nathan Rutjes, Ananou en Daryl Werker. Ja, misschien is het. Zo, dit wordt wel een quizvraag trouwens. Ja, noem de 6 aanvoerders van Roda. Zou het niet gewoon kunnen zijn dat Robert Molenaar niemand zekerheid van een basisplaats wil geven? Dus dat je aanvoerdersband ook niks betekent? Maar dan zou ik gewoon elke week mijn aanvoerder kiezen. Ja, we spelen vandaag met deze 11 en hij is onze aanvoerder. En dan neem je toch je eerste keeper gewoon? Ja. Dan neem je toch Jurjes? Ja, kan.
Maar goed. we moeten het trouwens ook nog over de kampioen hebben. Zeker. Nou, ik wil het echt nog een keer van Juris hebben. Ik hoop die spanning die hij heeft. Ja. Ik heb hem 2 jaar geleden gezien, voordat hij naar PSV ging. Bij de Graafschap. Echt een goede keeper. Absoluut. Een talent. Ja, ook, want dat gaf je wel in het interview. En ik hoop echt dat hij, dat ze ook bij Roda met deze spanning en met wie hij ook werkt, dat ze met deze spanning gaan werken. En dat ze ervoor zorgen dat hij zich verder ontwikkelt. Want ik denk dat het een goudmijn kan zijn voor ons. Een ongeslepen diamant ook voor het Nederlands voetbal. Een hele goede en daar moeten we echt wat aan doen. Want het is heel jammer dat hij nu al verloren heeft. Nou, PSV geeft hem nu de kans om zich verder te ontwikkelen. Maar er moet wel ook bij Roda iemand zitten die hem die kans geeft om zich verder te ontwikkelen en hem helpen wat hij niet heeft. Ja. Dan nog even over de kampioen. Eitje? nou, zo zou ik het niet willen noemen. Nee, ja, ze hadden natuurlijk... In de eerste helft was er weinig aan de hand. Toen kwam die schitterende goal van Jensen. En uiteindelijk winnen ze nog. Maar ze hadden hem ook zomaar gelijk kunnen spelen met die jongen met die moeilijke naam, die me even is ontschoten. Die grote kans nog. Ja. Maar ik heb vooral heel erg genoten van Jean-Paul Boetius. Ja. En ik denk dat hij Jurgen topscorer gaat maken. Maar die aanname, dat was natuurlijk fantastisch. Bij hoe hij versnelde. Ja, maar je weet ook even te kijken. Werd vorig jaar natuurlijk een aantal keer gezien in België dat hij op de weg terug was. En ik zei dat ik ben van mening dat ze er qua Elia niet op achteruit zijn gegaan. Ik weet best wel veel mensen op Twitter hadden hun twijfels van of een stapje terug en dat soort dingen. Maar ja, hij is nu echt aan de lopende band. Hij speelt fantastisch. Ja. En ja, voordat Elia kwam hadden we ook allemaal onze twijfels. Ja, nee, dat zeker. Maar nu, ik had wel het idee, ik denk stiekem dat ze een klein stapje vooruit zijn gegaan in constantheid ten opzichte. Nou, en ik denk ook gewoon in aanwas voor doel. Kijk, Jurgensen is natuurlijk wel een echte afmaker. Ja, geeft de pan klaar ook. En hij komt binnendoor en buitenom. Kijk, bij Elia wist je toch altijd dat hij naar binnen kwam. En hij geeft ze ook met links gewoon. Maar als we naar Feyenoord kijken, opmerkelijk de soap rondom de keepers. Het was een week voor de competitie. Hij wist het niet. Nou, toen raakte eerst Vermeer weer geblesseerd. Wat heel sneu is natuurlijk. Ja, minimaal 2 maanden eruit. Echt heel sneu. Ja. Nou, nu Brad Jones kon niet spelen. En opeens stond er Bijlo op de goal. Ja, deed prima, denk ik. Kon niks keeper van onder 19, Nederlands elftal onder 19. Goed jeugd-EK gespeeld. Ja, toch knap. Ja, ik ken hem niet zo goed, moet ik eerlijk zeggen. Dat is jammer. Ik ken natuurlijk wel de 2 eerste keepers. Ja, of dat kan je ook niet meer zeggen, want je weet niet wie de eerste keeper is. Ja. Maar ook daar fijn om natuurlijk weer als zo'n jonge keeper erachter hebben. Normaal gesproken zal dat geen moeite voor hun zijn. In de keepersselecties hebben 2 fantastische keepers en dan opeens vallen de 2 weg. En inderdaad voor Vermeer natuurlijk wel ontzettend sneu weer. En dan scheelt het natuurlijk dat er een blok voor hem speelt wat in de kranten wordt vergeleken met Lars Reums en Israël en Fraser en weet het. Dus ja, dus een onneembare veste tegenwoordig. Mooi man, hartstikke mooi. De vaste kijkers die afgelopen zomer gewoon trouw hebben gekeken naar EK Daily, die hebben kennis gemaakt met het grote Toto voorspelspel. Die lijn trekken we gewoon door. Dus vandaag was het de beurt aan onze eigen Jean-Paul Rizon en Jordi Amali om mee te doen met het grote Toto voorspelspel. Waar kan ik anders het seizoen mee openen dan met Galatasaray? Ze spelen tegen Kayserispor en ze gaan het seizoen beginnen met een overwinning. Dus ik ga voor de 1 schieten. Oh. Oh. Ik had er vandaag niet zoveel zin in. Ik hoop de spelers van Galatasaray wel. Leuk natuurlijk, de Eredivisie en het buitenlands voetbal. Maar volgende week begint de competitie der competities. En daarom heb ik de volgende wedstrijd uitgekozen. De wedstrijd der nieuwkomers. FC Den Bosch tegen Jong AZ. Jong AZ maakt hun opwachting in de Jupiler League. En bij FC Den Bosch staat natuurlijk mijn grote vriend Dennis Kaars in de spits. Ik denk dat Den Bosch gaat winnen. 2 goals van Dennis, dus ik ga in de 1 schieten. Sorry lieve mensen, dit leek natuurlijk helemaal nergens op. Gelukkig kan Dennis beter voetballen dan ik kan. Dus ik denk dat het daar uiteindelijk wel goed komt. Kijk, ik vind Lars een fijne jongen, maar hoe kan je nou met je jas aan schieten? Heel goed. Het was trouwens natuurlijk voor jullie de welbekende Lars van Velsum en niet Jean-Paul Rizon. Willen jullie trouwens beelden zien van Jean-Paul Rizon, hoe die een bal binnenschiet? Zoek op het internet en gij zult vinden. Dan de voorspellingen van deze week. Galatasaray, wat een vertrouwen van de mannen. Jordi, hoe kan dit? Ja, ik denk of gewoon wat geld geven aan deze mannen. Nee, ja. Deed hij dat maar eens? Er is weer eens 50 miljoen deze zomer tegenaan gegooid. Dus je zou toch verwachten dat we kunnen winnen. Maar nee, ik heb er wel veel zin in. Ik ben benieuwd wat hij gaat brengen. Ja, en ondertussen Jong AZ ook. Kenners van Jong AZ? Of denken jullie gewoon,
die ploeg moet zoveel kwaliteit hebben. Jongens die wegvallen van het eerste. Nee, ook de jonge jongens die nakomen. Het is zonde dat sommige jeugdspelers zijn vertrokken die nu ook bij Jong AZ waren. Of tenminste, volgens mij waren het er twee. Maar nee, de aanwas bij AZ is fantastisch. Beste jeugdopleiding van Nederland. Wat denk jij, Jong AZ? Je hebt ze vorig jaar een paar keer aan het werk gezien. Nou, ze waren vorig jaar met twee vingers in de neus de beste in de tweede divisie. Maar ik denk dat dit team ook heel aardig mee kan komen in de Super League. Het zou me niks verbazen als die gewoon in het linkerrijtje gaan eindigen. Gaan zij, denk je, kiezen met... ze hebben veel talenten. Gaan zij kiezen ook om de jongens die nu niet spelen bij de A-ploeg... een Belhassani en zo, daar een ruimte te geven? Gedeeltelijk wel, zeker. Zeker de jongens die niet spelen moeten minuten maken. En dat is natuurlijk niks beter. Kijk, dat is ook de insteek van de jong teams, van de toppers. Dat de spelers die niet spelen op zo hoog mogelijk niveau hun opleiding verder kunnen volgen. En hun wedstrijden kunnen spelen. En natuurlijk ook voor de jeugd. Maar ook vooral voor de spelers die afvallen. En het enige moeilijke wordt voor een speler, dan noem je nou iemand natuurlijk met Ilias die absoluut de kwaliteit heeft. In hoeverre kan hij zich motiveren in zulke teams? En dat is natuurlijk heel belangrijk. Als hij dat kan zo'n speler absoluut zijn voordeel daaruit halen. Ja, ik had het altijd heel moeilijk daarmee, hoor, bij jongen te moeten spelen. Ja, dat is toch altijd anders. Dan heb je op weekend zat je niet bij de selectie of je hebt maar kort bij Louis van Gaal moest het. En dan moest je op maandag, was toen nog met jong spelen. Nou, dat was gewoon iets waar je dan op een bijveld terecht kwam of in een leeg stadion. Het is moeilijk om je dan te motiveren, hoor. Dat was voor mij absoluut niet makkelijk. Dus ik denk ook dat voor andere spelers het niet al te makkelijk wordt. En dan is het nu zo, ze spelen ook nog in het weekend, toch? Ja, ja. Dus je weet meteen dat je er niet bij bent. Dat is ook lekker. Ja, het blijft een competitieverwassing, hè? Zeggen de echte de fans van de Super League teams, de traditionele Super League teams. Ja, het is alleen, het is nou eenmaal zo. Dus om nou, weet je, met JLWO van Lars, dan zie je dat heel veel voorbij komen. Alleen ja, je kan hier een seizoen lang druk over maken, maar het is nou eenmaal zo. En ja, je kan er niets van doen, maar feitelijk blijft het natuurlijk, ja, dat het heel veel uitmaakt. Bijvoorbeeld vorig jaar, of je op maandag of op vrijdag tegen Ajax speelt. Ja, dat is, als jij om de titel speelt of om een playoff plaat, is dat gewoon heel vervelend. Maar ja. Het gaat niet veranderen. Nee, dat is ook zo. Toch moeten we het nog even bespreken. De 16:45 wedstrijd. Ah, dat was wat een gekhuis. De derby van het noorden. Er gebeurde weer echt van alles. Ja, er leek niks aan de hand. Er was onder de indruk van de start van Heerenveen. Denzel Dumfries die speelde nou, bij vlag als Daniel Ves. Fantastisch aan die rechterzijde. En ja, natuurlijk Woudenberg aan de linker. Het stond goed bij ze. En op een gegeven moment had Groningen er weer zin in. Hadden het weer gevonden. En toen draaide het een beetje. Wel een heel moeilijke wedstrijd voor de scheidsrechter, denk ik. Want ja, vooral aan Groningens kant bleven ze de 16 meter induiken. Ja. En ja, uiteindelijk heeft hij de twee gegeven. Ja, heb jij wel eens mee gemaakt dat een keeper geblesseerd raakt juichen. Het juichen? Nee. Ongelooflijk, ja, en heel zonde, want het is echt Arne een van de... maakt zijn buurt voor Heerenveen. Iedereen hartstikke blij. En die gingen naar 15-20 minuten af, zoiets. Ja, minder denk ik nog. 5-6 minuten. Ja. Kom. Ja. Oh, dat was natuurlijk nog eerder in de wedstrijd, ja. Ja, maar het was een van de keeper, want er zijn natuurlijk heel veel keepertransfers hebben er plaatsgevonden. Maar een van de meeste die ik het beste vond en het meest naar uitkeek. En dat is dit wel, ja, heel stom en zonde. Ja, Heerenveen leek eigenlijk, nou, het was 2-0, niks aan de hand. Toen was daar die dekselse Lars Veldwijk. Inderdaad. Hoe belangrijk is hij voor FC Groningen? Ja, ik denk dat dat gewoon vergelijkbaar verhaal gaat worden met hoe belangrijk hij voor PEC was. En ik denk dat zelfs de nasleep van dat zij even Veldwijk hebben gehad, zeg maar, en daarna dat ze daar nu nog steeds last van hebben bij daarvoor in. Omdat ze zijn nooit meer, zeg maar, bovenop gekomen ten opzichte van Lars. Wat denk jij? PEC. Lars heel belangrijk gaat worden? Ja, ik denk dat Lars heel belangrijk wordt voor het team, voor de speelwijze. Voor de twee spelers die er omheen spelen. Kijk, maar hier is voor mij sowieso zeker dat hij speelt. Nou, dan is nog de vraag, wie is de andere positie? Is het Idrissi? Ja. Of een van de anderen? Ze hebben ook nog een leuke Roestic natuurlijk op de bank. Een jonge speler die ook heel veel kwaliteit heeft. Schalke, verleden? Ja, maar hij is de beste vrienden van Sené, toch? Samen opgegroeid in de jeugdopleiding? Ja, ja precies. Een hele goede voetballer. Ja. En waar ook iedereen weet dat hij heel veel talent heeft. Nou, is nog afwachten. Maar dan heb je natuurlijk met Veldwijk iemand die altijd aanspeelbaar is. Die altijd sterk aan de bal is. Die ook rust geeft voor de spelers rondomheen. Ik hoop ook dat een Dros daardoor meer weer in zijn spel komt. Ik was altijd fan van hem bij PEC Zwolle. Ja. Dus je moet afwachten. En laatst natuurlijk is natuurlijk ook een... Ja, sorry dat ik het zeg, maar is natuurlijk ook een boef op het veld. En dat heb je ook nodig. Ja, want dat is heel mooi. Dat zie je bij die 3-3 natuurlijk. Dat wil ik net zeggen, die penalty. Ja. Hij draait bijna die arm uit de kom bij Joost van Aken. En hij krijgt een penalty. Ja.
Ja, geweldig. Dat moet je doen als spits. Ja. Ik bedoel, we kunnen allemaal zeuren en zeggen, ja, schrijf wel een fluitje of wel een fluitje niet. Ik zeg niet eens dat onterecht is dat die fluit. En je moet als spits gewoon altijd die momenten opzoeken. Je moet de scheids zo moeilijk mogelijk maken. En daar is hij gewoon, ja, daar is hij gewoon heel goed in. En niet alleen daarin, want je ziet ook hoe hij zijn bal aanneemt, hoe die hem afdekt. En dan ook dat erbij, ja, het is gewoon een goede spits. Ja, en wat hij maakt zich natuurlijk onsterfelijk, hoe die gelijk alle duels aangaat. Hij tackelt bijvoorbeeld. Die tackle in de hoek nadat hij bal verloren had. En hij kon niet meer. Nee. Daarover gesproken, we zouden met Lars bellen nu. En Lars is nog steeds aan het bijkomen in het stadion. Die biedt zijn excuses aan, dus aan de kijkers. We zouden met Lars gaan skypen. Lars kan werkelijk waar niks meer. Maar dit is natuurlijk ook wel een positie waar ze de laatste tijd in Groningen best wel problemen mee hebben gehad. Hè? Wat dingen geprobeerd. Ja. Het kwam niet echt lekker uit. En ja, wat Simon zegt, zeker voor een club als Groningen kan hij echt zijn waarde hebben in het voetbal. Ja, maar zullen we trouwens wel even zeggen hoe lekker dat de Eredivisie is begonnen, maar dan ook met zo'n speelronde? Ja, nee, absoluut. Want in deze wedstrijd nog een magisch momentje van superinvaller Henk Veerman. Weet je, ja, het is gewoon, het was misschien niet overal even goed, maar wel heel leuk. Ja, het was echt leuk. Toch, Simon? Ja, ik ben blij dat het begonnen is en op die manier, ja. En ik ben blij dat mensen gewoon eigenlijk zeggen vandaag in uitzending wat wij altijd denken. Laat hem maar praten, we hoeven hem niet te zien. Nee, of Lars. Jean-Paul, dankjewel. Goed dat je er was, maar ja, morgen gaan jullie natuurlijk weer los. Uiteraard weer ben ik weer met mijn grote Turkse steun en toeverlaat. Zijn we weer met FC Buitenland. Dus allemaal kijken, mensen. Ja. Daar is de camera. Oh, zo. Pak ja. Gewoon de camera. Dat doe ik gewoon, Niel. Wil jij hem ook nog even pakken? Nee, ik hou niet van de camera. Nee, maar... ook niet van jou, hoor. Als je nu nog zit te kijken, vandaag wat hebt gezien in het buitenlands voetbal, vanavond nog wat ziet, we krijgen natuurlijk zometeen de Klassico in de Supercup. Hashtag FC Buitenland. Kunnen we deze week nog meenemen voor jullie. Ik heb er zin in. Ja, heel veel zin in. Voor mij ook, dat is wel het mooie, hashtag FC Buitenland. Als jullie een oproepje doen qua vragen... Training topic, standaard. Gaat door. Wat voor anders met podcast, hè? Goed, tijd om af te ronden. Dank jullie natuurlijk voor het kijken. Heb je nog niet geabonneerd, moet je het zeker doen. En ja, deze week genoeg ander voetbal. FC Buitenland. Lars gaat nog een oproepje doen, want de Super League gaat ook weer beginnen. Dus nog podcast genoeg. Vrijdagmiddagborrel. Vrijdag. Let's go. Kijk, alles deze week gaat gewoon weer beginnen. Bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.